Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren, is het thema van Mensenrechtendag die vandaag wereldwijd wordt herdacht. Vandaag markeert precies 73 jaar geleden dat de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens heeft aanvaard. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is het basisdocument geweest voor de grondrechten van vele landen. Zo heeft deze verklaring ook de Surinaamse grondwet beïnvloed. Docent van de faculteit der juridische wetenschappen van de Anton de Kom Universiteit van Suriname, Jornel Vinkwolk, zegt dat mensenrechten in Suriname op zekere mate worden beschermd. Het verschilt van recht tot recht. Als je kijkt bijvoorbeeld naar het Vrouwenverdrag, dan hebben we zowel het CEDAW als het Belém du Pará-verdrag geratificeerd. En dan zie je dat er een zekere ontwikkeling op gang is gekomen door de jaren heen. Hè. Als we kijken naar wetgeving met betrekking tot huiselijk geweld. Als ik kijk naar wat het ministerie van Justitie en Politie samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken allemaal heeft bewerkstelligd. Dan is er een zekere mate van ontwikkeling. En als je weer kijkt naar andere rechten, dan is dat wat minder. Ik kijk bijvoorbeeld naar de groep van mensen met een beperking. Suriname heeft niet zo lang geleden dat verdrag geratificeerd. En het is nu eigenlijk aan het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting om die implementatie te doen. Dus sowieso werk aan de winkel voor dat ministerie om die implementatie te doen en daadwerkelijk het beleid en die wetgeving die nodig is voor die groep van mensen met een beperking te realiseren. Vinkwolk geeft aan dat de latere implementatie van bepaalde rechten heeft gelegen aan de ontwikkeling van ons land, de financiën en de bereidwilligheid van de overheid. Zij zegt ook dat de huidige pandemie het beschermen van mensenrechten zoals het recht op gezondheid heel uitdagend heeft gemaakt. Ondanks de huidige situatie zegt Vinkwolk dat het mensenrechtentraject van 1975 tot heden toch heel veel ontwikkelingen heeft gehad. Suriname heeft met betrekking tot de bescherming van mensenrechten wel een dieptepunt gekend. Als ik kijk naar de verschillende vonnissen die gewezen zijn in het kader van Suriname, dan denk ik aan het Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens. Suriname heeft in 1987 het Amerikaans verdrag geratificeerd en heeft simultaan de jurisdictie van het Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens aanvaard. En vanuit dat hof is Suriname een x-aantal keren gevonnist. En een van de zaken was bijvoorbeeld Moyana, waarbij Suriname in 86, het leger in 86, bloedbad heeft aangericht te Moyana. En dat is eigenlijk een van onze dieptepunten als je kijkt naar de geschiedenis van Suriname in relatie tot mensenrechten. De Internationale Dag van de Mensenrechten valt dit jaar samen met de Summit for Democracy van president Joe Biden van de Verenigde Staten. De twee dagen durende virtuele meeting, waaraan ook president Santokki deelneemt, legt het accent op de Amerikaanse verplichting om het beschermen en de vooruitgang van mensenrechten als belangrijkste element te plaatsen in het buitenlands beleid van de Verenigde Staten. In zijn toespraak gisteren tot de vergadering zei president Santokki dat er een wetsontwerp zal worden voorgelegd aan de Nationale Assemblée die de transparantie betreffende de openbaarheid van overheidsinformatie zal voorleggen. Ook het oprichten van een nationale ombudsman voor het beschermen van de regering en klokkenluiders ligt in de planning.